naam is Sabine Schotemeijer en ik ben onderzoeker in het Radboud UMC, waar ik werk aan de Stepwise-studie, een onderzoek naar bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Bewegen is ontzettend belangrijk voor iedereen en al helemaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Maar toch is het langdurig onderhouden van een actieve leefstijl ontzettend moeilijk. Daartoe hebben we het afgelopen jaar samen met mensen met Parkinson een speciale app ontwikkeld die mensen stimuleert om meer te bewegen in het dagelijks leven, meer stappen te zetten. Dit doen we middels de Stepwise-app. In deze Stepwise-studie willen we onderzoeken of de Stepwise-app daadwerkelijk kan motiveren om meer stappen te zetten, gedurende 1 jaar lang. Daartoe delen we deelnemers in verschillende groepen, die allemaal gemotiveerd worden om verschillende hoeveelheden meer te gaan bewegen. Deelname houdt in dat u voor 2 bezoeken naar het Radboud UMC komt, aan het begin en nadat u de app 1 jaar lang heeft gebruikt. In de tussentijd meten we continu met uw eigen telefoon hoe actief u bent en stimuleren we u dus om meer stappen te gaan zetten. We zijn op zoek naar 450 deelnemers die over beschikking hebben over een eigen smartphone en die zelfstandig kunnen lopen. Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina van parkinsonx.nl. Het zou hartstikke leuk zijn als u mee zou willen doen aan dit belangrijke, interessante wetenschappelijke onderzoeksproject.